Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 3 april. Boerenmerk Liemts, jubileum manege Rekkedonken en paaseieren zoeken in Geitenwei. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Albert Heijn Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, bakkerij van Eindhoven Liemde, Plus van der Horst Bokstel en Tiga Health and Beauty Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. Tweede paasdag in Liemt staat al ruim 40 jaar in het teken van de boerenmert. De ganzenhoeder, de spinster en de veldwachter. Allemaal waren ze maandag weer van de partij. Maar naast de traditionele elementen koos het organiserende comité dit jaar ook voor vernieuwing. Om het evenement toekomstbestendig te houden. DBC Nieuws legde deze mix van oud en nieuw vast. Een boerenmert van alle tijden. Het organiserende comité kondigde eind vorig jaar aan dat het evenement een fikse update zou krijgen. Naast het vertrouwde volksdansen en de traditionele kledij uit de jaren 20 en 30 werden dan ook nieuwe elementen toegevoegd. Zoals robotvoetbal, dino's en de enige echte omloop van het Broekengeenske. Voor de hoeveelste keer wordt het nu gehouden? 46 keer. Is dit niet een boerenmerk die ieder jaar hetzelfde is? Ja, dat klopt, daar heb je gelijk. En dat begon er naar uit te zien dat het ieder jaar een beetje in dezelfde trant was. En we zijn afgelopen oktober met een hele grote groep bij elkaar geweest om daar te kijken of we daar wat vernieuwing in konden aanbrengen. Een van de belangrijkste dingen was dat er gezegd is, we zijn voortaan een boerenmerk van alle tijden. Waardoor dat we de mogelijkheid hebben om ook de jaren 50, 70 en eventueel de toekomst daarin te kunnen betrekken. Nou, de toekomst bijvoorbeeld. We hebben het robotvoetbalteam van de TU Eindhoven hebben hier in een grote tent staan. Nou, dat is natuurlijk een voorbeeld van een ongelofelijke vernieuwing. Maar het houdt wel in dat we alle oude spullen gewoon nog wel in de boerenmert blijven tonen natuurlijk. Maar wat heeft robotvoetbal te maken met de boerenmert? Ja, ze hebben mij gevraagd dat het contra historica is. Dus ze willen eigenlijk een boerenmert van alle tijden doen. En vandaar dat ze mij gevraagd hebben. Het is natuurlijk niks met oude dingen te maken. Dit is gewoon innovatie. Want wij maken eigenlijk robots die zich voortbewegen, communiceren met en reageren op een steeds veranderende omgeving. Ja, je zit nog in kledij van vroeger. Hè? Ik hoor het eigenlijk een beetje op dat terrein trekken, maar ik denk, ik ga je toch een rondje lopen. Want mijn assistenten zijn wel hier, maar je kent ze wel, de jeugd. Hè? Ik denk, toch even een oogje in het cel houden. Even kijken, hè. Oh, ik ben kapot. Gaat het kapot? Ik zit echt kapot, man. Maar we moeten overnemen, jongens. Een dag eerder werd in Liemt een ander groots evenement gehouden. Manege de Rekkedonken bestaat 45 jaar en koos ervoor op eerste paasdag een groot feest te organiseren. En dat was geen 1 april grap. Paardenliefhebber of niet, er was voor elk wat wils bij het familiebedrijf aan de Vleutstraat. Kinderen versierden hoefijzers of lieten zich sminken tot paard of eenhoorn. Terwijl in de rijbak van de manege doorlopend spectaculaire demonstraties plaatsvonden. In de tweede hal konden bezoekers slenteren langs een paardensportbeurs. Hoogtepunt van de dag waren de Future Guys die op western paarden in een spectaculair en razendsnel tempo de meest adembenemende stunts uithaalden. Oprichters Rien en Ria Schellekes van de Rekkedonken werden aan het eind van de dag door hun gezin extra in het zonnetje gezet met een rondrit door de manege per koets. Liefst 1500 mensen kwamen op de geslaagde feestmiddag af. Bij Pasen hoort natuurlijk eieren zoeken.
En in de Geitenwei in de wijk Seelische Wal deden hier op tweede paasdag meer dan 40 kinderen vrolijk aan mee. De organisatie verstopte liefst 150 eieren in en rond de Geitenwei, waarbij 9 gouden en zilveren exemplaren goed waren voor een prijsje. Uiteindelijk was er voor alle kinderen een beloning. Een heerlijke paashaas van chocolade. Na afloop van de zoektocht naar de kleurige eieren, toch een inspannend klusje, konden kinderen zich nog vermaken in de knutselruimte. Van schilderijen tot gebreide producten en van kaarten tot bloemstukjes en andere snuisterijen. Het was zaterdag allemaal te koop tijdens de tweede voorjaarsmarkt in wooncomplex Elisabethsdaal in Bokstel. Op grote tafels werd de koopwaar uitgestald, zodat bezoekers een blik konden werpen op het aanbod. En wie genoeg had ingekocht, kon even neerploffen met een kop koffie. De opbrengsten van verkochte bloemstukjes, hapjes en drankjes en de activiteit envelop trekken zijn bedoeld om extra uitjes te organiseren voor de bewoners van Elisabethsdaal en het naastgelegen wooncomplex Vinkerode. De organisatie kijkt terug op een succesvol evenement. De markt leverde liefst €707 op. Voor de mensen die de voorjaarsactiviteit in Elisabethsdaal hebben gemist, volgend jaar weer een kans. In de Bokstelse raadzaal vond dinsdagavond 2 april op initiatief van Combinatie 95 een openbare bijeenkomst plaats om te peilen hoe het beste een nieuwe coalitie gevormd kan worden. De partij heeft mede op verzoek van de partijen waarmee het de afgelopen 4 jaar het college van BMW vormde, de formatie overgenomen van Balans. Alle 8 politieke partijen deden hun zegje. De reportage van de avond is de hele week nog te zien op Omroep Dommeland. De Bokstelse Fenne van Wuitswinkel, bekend van haar rol als Maria Magdalena in Jesus Christ in Concert in 2016, bedacht zich geen moment toen diva Karen Bloemen vorig jaar lokaal talent opriep om zich aan te melden voor een gastoptreden in de theatershow in volle bloei. Fenne stuurde een videofilmpje in, werd geselecteerd en zong zaterdagavond de Sterren van de Hemel in de grote zaal van Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch. Fenne's optreden was indrukwekkend en het applaus overweldigend. Met deze muzikale beelden sluiten wij ook het Bokstelse Weekjournaal af. Dit was DBC Nieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.